In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de tien principes van Rosenschein. Deze video gaat over het stellen van denkvragen. Want waarom is het nou zo belangrijk om denkvragen te stellen? Vraag stellen helpt om studenten te laten oefenen met de nieuwe informatie en helpt de nieuwe leerstof met de voorkennis te verbinden. Wat levert het jou als docent op? Door de antwoorden van studenten op jouw vragen merk je goed hoe jouw uitleg is aangekomen. Je kunt dan inschatten of het nodig is om nog iets uit te leggen en waarover die uitleg dan zou moeten gaan. Naast het antwoord dat de student geeft, is het ook interessant om te vragen hoe de student tot het antwoord is gekomen omdat je dan nog beter weet wat de student begrijpt en wat nog niet. Hoe kun je in de klas handig denkvragen stellen? Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen met de werkvorm Denken, delen en uitwisselen. Het is belangrijk dat alle studenten namelijk nadenken en niet alleen de student die de beurt heeft gekregen. Studenten denken eerst zelf na, daarna vertellen ze het antwoord aan de student naast zich en vervolgens wisselen ze klassikaal hun antwoorden uit. Een handige manier. Om deze antwoorden te verzamelen is met Mentimeter. In Mentimeter kan je vragen en quizzen met studenten doen. Je kunt vragen om feedback. Het is anoniem en daarnaast kan je ook nog informatieve slides toevoegen. Bijvoorbeeld op deze manier: Stel studenten de vraag wat denk jij dat lichaamstaal is? En vervolgens antwoorden ze met hun eigen antwoorden. Andere werkvormen zijn sneeuwballen gooien, ervaring uit de groep en denken delen en uitwisselen. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar mbomediawijs.nl slash workforum toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.